In de 24e minuut komt Nunspeet op gelijke hoogte door een doelpunt van nummer 9, Lars van Wetering. Nunspeet komt op een 2-1 voorsprong in de 43e minuut. Doelpuntmaker met nummer 8, Mannix Tissing. Het komt Scherpenzeel op gelijke hoogte doelpunt te maken met nummer 12, Ditger Aarsen. En zo fluit de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. En wint Nunspeet deze wedstrijd tegen Scherpenzeel met 4-2.